Wat zien we hier? Nou, dus een combinatie van een strooi en een ploegwagen. Dat ploegen, dat wil dan zeggen dat is die sneeuwschuiver die er voorop zit. Achterop staat de strooibak, die wordt gevuld met zout. In die blauwe tanks, daar zit een soort natte component. En voordat het zout de weg opgaat, wordt het nog vochtig gemaakt met de zoutoplossing. En dat, versterkt eigenlijk de dooiwerking. En dat, ja, met droog weer helpt dat dan om het zout ook wat langer te laten liggen op de weg. Nou ja, zo is het hier een komen en gaan van strooiwagens, hè? Ja, dat is correct. Ja, dat gaat de komende uren nog wel door tot zeker om in de nacht. Ja, want wat verwacht je voor de rest van de avond? Nou ja, we hebben sowieso tot voor 4 en 7 uur intensieve sneeuw wordt er nog voor Noord-Holland verwacht. En dat dan trekt dat dan langzaam naar het noorden natuurlijk toe. Dus we zijn in de hele provincie echt nog wel uren bezig om dan uiteindelijk ook nadat de bui gestopt is ook nog om alles schoon te krijgen. En nog steeds het advies, als het niet echt nodig is, ga niet de weg op, hè? Ja, ga niet de weg op. Dat is wel het beste als het even niet nodig is.